Ja, het waren mooie races. Ja, en Wüst, die is erin gevlogen. Strijdend ten onder, zeggen we dan. Strijdend ten onder. Ja, naar mijn idee ging ze gewoon te hard erin. Het is wel haar manier van rijden. Het was zo dat Sablikova natuurlijk al een hele mooie tijd had neergezet. Maar ik had nog wel voor een tweede of een derde plek dan. Je gaat voor goud, maar ja, ik had er ietsje gematigder ingegaan. Ze is gewoon veel te hard weggegaan, simpel gezegd. Naar mijn mening is ze te hard erin gevlogen, waardoor je... Ja, ken jij die gretigheid nog uit je eigen carrière? Dat je denkt van, nou, de dood of de gladiolen? Ja, ik was ook wel, zeker op de 3 kilometer, was ik iemand die snel moest beginnen. En uiteindelijk gewoon sterven. Maar ik had nog voor die tweede of derde plaats gegaan als ik Wüst was. En die was haalbaar als ze misschien ietsje rustiger van start was gegaan. En dan nemen we vandaag ook Olympisch afscheid van Renate Groenewold. Het was vandaag niet super, maar het is wel een afscheid na een hele mooie carrière. Absoluut, ja. Ja, ik ken Renate natuurlijk. Ik heb heel veel ook met haar geschaatst. En zij kan wel terugkijken op een hele mooie carrière. Dan zegt Gianni Romme zojuist in een ander interview dat we ons zorgen moeten maken over het vrouwenschaatsen, met name op de lange afstanden in Nederland. Is dat iets wat zorg die jij deelt? Zorg, maar ik vind het ook, dat deel ik wel een beetje. Maar het zal mij ook inspireren als ik talent had voor schaatsen. De jonge meiden, het zal mij inspireren omdat de Canadezen en Sablikova en nu ook weer de Duitse dames...